Al in het voorjaar van 2024 ben ik begonnen met het ontwerpen van de kostuums. Laten we een kijkje gaan nemen in het atelier. Het is zo leuk om in zo'n gebouw al die creatieve mensen bezig te zien. Ik ga nu kijken naar... het koninkrijk van het kostuumatelier. Dit is Bernadette Keizers, hard aan het werk. Samen met meester kleermaker Daan Wieman en creatief genius Cindy Innemee en Donna Kampen brengen zij mijn ontwerpen tot leven. En in de studio verzint meesterchoreograaf Tom Stuart natuurlijk alle passen voor dit nieuwe ballet. Jongste rat is pas 7 jaar oud en de oudste rat, opa Ratje Toe, wordt vertolkt door Piet van der Pas. Op het toneel zien we 76 dansers per voorstelling. Maar in totaal doen er 134 mee. Naast de dansers van de Dutch Dan Dance Division worden er ook nog andere solisten ingehuurd. We zien hoe Tom Stuart en Anouk Sergo repeteren aan de scène van het waterballet, waarbij de ratten proberen te ontsnappen aan de tsunami van water die het toneel overspoelt. Ondertussen is op het atelier fotograaf Menno van der Meer samen met Ben van Overbeek bezig om het kostuumteam op de foto te zetten voor een crowdfunding actie. Ook jullie kunnen een steekje bijdragen door een donatie te doen bij Voor de Kunst. Dit filmpje kwam tot stand met een sponsoring van Zevensprong.